Dit is het weekprogramma voor judoka's min 18 en plus 18 jaar. Elke dag train je met een nieuw schema voor functioneel fysieke training. Twee keer in de week train je op uithoudingsvermogen en zaterdag of zondag een duurloop. En drie keer in de week doe je een judo skills training. Dit filmpje bevat de oefeningen voor de judo skills training. Deel 1 is balans verstoren voorwaarts en hoog. Wat je doet is je stapt achterom, trekt de arm hoog voor je langs en je kijkt mee met de beweging. Doe dit links en rechts. Doe het minimaal 25 keer per kant, maar meer als dat nodig is om een lekker ritme te krijgen. Deel 2 is een rote CNG. Ook hier geldt goed balans verstoren en goed omstappen, zodat je met je voeten op minimaal schouderbreedte naast elkaar staat. Doe het ook weer 25 keer rechts en 25 keer links. Zorg ook dat je aan het eind van elke beweging goed doortrekt. De derde oefening is Osotogari. Pak het elastiek dubbel kort aan één kant en draai je vuist zoals je dat ook in een revers zou doen. Trek de andere kant van de elastiek voor je langs. Maak Osotogari en zorg dat je goed je been optilt en naar achteren doorzwaait. Aan het eind van de worp maak je met de korte kant van de elastiek een harde hamerslag. Daardoor maak je de beweging af. Zorg dat je de beweging goed onder de knie krijgt. Doe minimaal 25 keer rechts en 25 keer links. In deel 4 combineren we al deze oefeningen in een judo-circuit. Je start met 20 seconden balansverstoring rechts, dan 20 seconden balansverstoring links, 20 seconden Merote CNG rechts, 20 seconden Merote CNG links, 20 seconden Osotogari rechts en 20 seconden Osotogari links. Tussen elke oefening heb je 10 seconden rust en dit doe je twee keer achter elkaar. Als je het twee keer achter elkaar hebt gedaan, heb je 4 minuten rust en doe je het circuit nog een keer. In totaal doe je het circuit 3 keer, maar meer mag natuurlijk ook. Veel succes met trainen allemaal!